Miljoenen fans van over de hele wereld keken gisteren naar een video van BTS toen ze plots dit aankondigden. Ja, ze gaan er een tijdje tussenuit. En dat was schrikken voor de fans. Sedih, nangis lah, udah itu udah pasti basic. Tapi kita sebagai fans juga kayak gimana ya, gak bisa memihak sama mereka gitu. In de video zeggen de bandleden dat ze een moeilijke tijd achter de rug hebben. RM, die veel liedjes voor de groep bedenkt, zegt dat hij steeds meer moeite heeft met songteksten schrijven. 지금 방향성을 잃었고 사실 지금 멈춰서 뭔가 내가 생각을 해서 다시. Fans hebben veel begrip voor de K-pop band. 그래서 한편으로는 고맙고 또 한편으로는 더 응원을 해주고 싶고 더 든든한 힘이 되어주고 싶다 이런 생각이 들었습니다. BTS nam al vaker een pauze, maar die waren altijd heel kort. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer bij elkaar komen, maar ze zijn het wel van plan. 한 단계 더 성장을 해서.